Ik sta hier met Tom Hunting, een van de nieuwe spelers voor Zwolle. De standaardvraag die we dan stellen, Tom, is waarom de keus voor Sportclub Zwolle? Het was in het begin eerst een beetje zoeken vanuit mezelf van waar ik een nieuw seizoen zou willen gaan voetballen. In Mechelen heb ik vijfde klasse voetbal en ik wou gewoon dit jaar hoger op voetballen. Ik wou kijken waar mijn plafond lag. En ik heb via mijn trainers heb ik besloten om hoger op te gaan voetballen. En ja, we zijn samen, eigenlijk met je kant is elk besloten van ik ga bij Zwolle voetballen. Dat is ook de reden geweest dat ik bij Zwolle wil komen voetballen. Oké, je hebt de voorbereiding erop zitten. Je hebt je eerste minuten in de competitie gemaakt. Hoe bevalt het je, Zwolle? Het is een hartstikke leuk team. Het voetbal is heel goed. Het is natuurlijk voor mij wel zelf een grote stap die ik heb gemaakt. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin binnen het team en met het voetbal ook. Je zei net al, ik kom van de vijfde klasse. Dan stap vijfde klasse, eerste klasse is best groot. Waar zit hem het verschil vooral in? Het verschil zit hem vooral in de balsnelheid. In de vijfde klasse kon je een balletje nog aannemen, je kon nog een actie maken. Maar ik merk wel op het eerste klasse niveau is het wel zeer snel voetbal. Je moet de bal gelijk in tweede instantie gelijk doorspelen. En het is niet zo dat je de bal gedurende een paar minuten bij de voet kunt blijven houden. Je moet echt in zich hebben om snel vooruit te gaan voetballen. En de momenten dat je druk moet zetten, dat gaat in de vijfde klasse heel anders. Dus dat is wel een groot verschil tussen de vijfde klasse en de eerste klasse. Je zegt net, ik wil mijn plafond zoeken. Heb je andere doelen en ambities voor dit seizoen? Nee, ik heb mijn ambities dit seizoen om mijzelf zeg maar, beter te gaan ontwikkelen als voetballer. En ik hoop dat ik dat binnen dit team ook daadwerkelijk kan gebeuren. Want bij de vijfde klasse dan zit je ongeveer op hetzelfde niveau. En als je een bepaalde voetballer bent die er bovenuit wil komen steken, dan moet je al snel gaan zoeken naar een andere club. En ik heb daarom besloten om bij Zwolle te gaan voetballen. En ik merk nu aan mezelf dat ik nu wel aan mijn andere teamspelers wel hoger op kan trekken. Want hun stimuleren mij ook gewoon om meer te gaan voetballen. Het inzicht van mij wordt ook al steeds beter. En daar ben ik wel blij om dat ik daar nu hierbij zit, met Zwolle. Nou, Tom, dan zou ik zeggen welkom bij de club en veel succes dit seizoen. Ja, dankjewel.